Het streeknieuws. Dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Met deze week, burgemeester Hillenaar neemt afscheid in een overvolle schouwburg. Veel over carnaval te zien bij Omroep Land van Kuik TV. Leegstand in het centrum van Kuik neemt toe. Actie om zebrapad in het centrum van Graven. Volleybalsters van Activia uitgeschakeld in kwartfinale. En het weerbericht voor het Land van Kuik. Vorige week kwamen velen uit het Land van Kuik samen in de overvolle schouwburg van Kuik om afscheid te nemen van waarnemend burgemeester Wim Hillenaar. Ja, nou niet echt gebotst, maar er waren natuurlijk meningsverschillen. Want Wim was burgemeester van Kuik en ik van Boksmeer. En ze zaten natuurlijk, los van het feit dat de verhoudingen al heel goed waren, waren er natuurlijk ook belangen van gemeenten die niet direct altijd overeenkwamen. Hierbij waren ook bekende burgemeesters van andere gemeenten aanwezig, zoals burgemeester Jack Mikkers van de gemeente 's-Hertogenbosch. Ja, Wim en Rian, we staan hier op het afscheid van jou, Wim, als burgemeester van Land van Kuik. En ik las terug in een interview wat je ooit had gegeven en daarin stond: ik ga voor een fatsoenlijke overheid. Maar een fatsoenlijke overheid kan alleen maar bestaan bij fatsoenlijke mensen. En jij bent zo'n fatsoenlijke man. En bijna jaloersmakend fatsoenlijk. altijd keurig in het pak. Goed belezen. Met citaten van allerlei filosofen uit het verleden. Maar vooral iemand met gezag. En voor mij is een bestuurder met gezag misschien wel de belangrijkste les die wij allemaal het kunnen halen. Want het gaat niet om de macht bij de overheid. Het gaat om het gezag. En Wim, jij bent de vlees geworden gezag. Charisma, kennis van zaken, expertise en goed functioneren. Het was een losse, ontspannen bijeenkomst met leuke anekdotes. Ook Stan Hillenaar, de broer van de burgemeester, sprak enkele woorden. Nou, het is inderdaad mijn jongste broer, dus zij heeft in het begin erg tegen me opgekeken. Dat kwam natuurlijk omdat ik met mijn hoofd boven de wieg ging. Hij is ook mijn jongste broer, hè? En daarom ken ik hem iets langer dan hij zichzelf. Ja. En dat tegenopkijken, dat hield eigenlijk op toen hij begon te praten. Dus dat heeft niet zo heel erg lang geduurd, moet ik zeggen. Maar ik heb er wel van genoten. Op woensdag 8 februari zal er in een speciale raadsvergadering in Hotel Riche Boksmeer de nieuwe burgemeester Marieke Moorman worden geïnstalleerd. Deze bijeenkomst is live te zien vanaf 7:30 bij Omroep Land van Kuik Televisie. Nog maar enkele dagen en dan is het volop in het Land van Kuik carnaval. Met op 18 februari vanaf 7:00 de lichtjesoptocht in Boksmeer. En op carnavalszondag de Boksmeerse carnavalsmis. Beide zijn later te volgen via onze televisiekanalen. In dezelfde week zal de documentaire over de Mad Horse worden uitgezonden van Jackie Brakels. En op maandag een live tv-uitzending van dezelfde Mad Horse rennen editie 2023. Gedurende de week voor en tijdens de carnaval worden diverse pronkzittingen uit de 33 kernen getoond op Omroep Land van Kuik. Nou mensen, dan heb ik jullie even het onderste uit de zak gegeven. Zo kunnen we weer zien dat de zak toch weer goed geweest is voor mijn nummertje. Hè? En als je nou het verhaal de revue nou eens laat passeren, dan zullen ze zeggen, er zat toch wel wat in. Nou, dan doorveur, mijn excuses. Ik dank jullie alle hartelijk. Jullie waren een fijn publiek. Ik heb hier staan, kunnen jullie merken niet terugkomen, maar dat heb ik gisteren geschreven. Het zal u wel opgevallen zijn. Winkeliers en centrumondernemers hebben het zwaar om de kop boven water te houden. Een Kuik is dat goed zichtbaar en ontstaat er steeds meer leegstand. Een reportage van Roger van Bracht. Kuik, de Korte Molenstraat. Eerder deze week werd bekend dat vanaf 1 februari de hippe shop Baby & Kids Concept Store haar deuren heeft gesloten. In navolging op, in de verte zie je het de viszaak. Aan de rechterzijde de groentezaak van Daasdonk, die ook vorig jaar al de deuren moesten sluiten. En zo zijn er inmiddels helaas veel winkels in Kuik die haar deuren hebben gesloten. Maar ook de bloemenzaak aan het Louis Jansplein is inmiddels gesloten. Het is woensdag dat we deze opnames maken, dus de markt in Kuik is er gelukkig nog wel. En ook in winkelcentrum Maasburg hebben we nog een kerstmarkt. En helaas ook de slager die vorig jaar de deuren heeft gesloten.
En de bekker Ut Haps, die helaas ook de deuren vorig jaar heeft gesloten, onder andere in Kuik. Natuurlijk ook in Haps. Dat is ook goed nieuws, want hier wordt hard gewerkt aan een nieuwe bonbonzaak. Ook in Graven staat de voormalige winkel van Bakker den Bekker leeg en staat smachtend te wachten op nieuwe huurders. Meer dan 300 handtekeningen zijn verzameld om een gemeente Graven een zebrapad weer terug te brengen in de Trompettenstraat, de toegangsstraat naar het historisch centrum van Graven. Voor deze straat geldt een maximumsnelheid van 30 km. De snelheidsbeperking staat echter slecht aangegeven, waardoor er vaak te hard gereden wordt. Ook door de herinrichting is er minder overzicht bij het oversteken van de lunetten naar de overzijde ter hoogte van de bibliotheek. Tot op heden is de gemeente niet van plan om het zebrapad terug te leggen. En dat terwijl Graven juist altijd rekening hield met mensen met beperkingen, zoals de visuele gehandicapten die al sinds 1859 in Graven gehuisvestigd zijn en opgeleid worden in voorheen Henricus, wat heden bekend staat als de Koninklijke Visio. Afgelopen week hebben de volleybalsters van Activia niet kunnen stunten in de kwartfinale van het bekertoernooi. De volleybalsters die in de competitie uitkomen op het op 1 na hoogste niveau van Nederland verloren Sint-Antonis met 3-0 van Utrecht, de koploper in de eredivisie. En dan het weer in het land van Kuik voor deze week. De week start met in de ochtend nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt overdag door flinke perioden met zon en temperaturen rond de 5 graden. 'S Nachts koelt het af naar lichte vorst. In het begin van de week tot min 7 graden, waarna de temperaturen later in de week wat hoger zijn. Over het algemeen is het rustig en droog winterweer. Dit was het streeknieuws voor deze week van Omroep Land van Kuik. Heeft u tips? Stuur deze dan naar streeknieuws@omroeplvc.nl. Een fijne dag!